Hallo iedereen, we gaan een nieuwe serie starten. En ja, dat is op weg naar Divisie 1 titel. En hoe gaan we dat doen? Via online season. Maar, dat weet ik niet, want ik probeer al dagen om in te komen. En ik probeer er een Frans team van te maken. Allemaal Fransen. Het scheelt weer veel. Want ik veelzijdig doen, kinderen hier. A's en. Liga. En Ligue 1 natuurlijk, Franse League, Premier League, Duits League. Maar goed, we hebben nu al een Kamala en Ruffier. En kijken als ze er eentje kan zoeken, als tegenstander. Ja, we hebben eentje gevonden. Onze eerste grote kans binnen 4 minuten, jongen. Bam! Ja, ben je met de kluts, maar goed. Ja, de bal. Alleen op de keeper af. En het doelpunt, eerste doelpunt voor ons seizoen is binnen. We staan 1-0 voor. Ja, ze hebben iets aan de licht aan de overhand, maar we hebben toch een doelpuntje gepakt. Fuster, goed zo. Kabelle, ik dacht hem had. Dat is de goede kans. Dat kunnen we nog wel pakken. Oh, jammer. Wel, ik kon geen kracht had, zegt hij. Maar deze. Knaam verovert de bal daar op het middenveld. Uitstekend. 2-0, lekker. Goed afgepakt en goed het overzicht behouden. En direct bam, 2-0. Zie die spaasje. Een mooie hoek. Robert is goed op dit moment. Geweldig. Dit keer heeft hij wel geleerd. Om niet in mijn voeten te passen. Ja, wij hebben niets. Dan moeten we heel snel terug. Wat? Oké, dat is wel een mooi doelpunt. Alleen niemand stopt hem. Jammer. Dat is wel jammer. Watkins, wat doet hij? Bijna. Dat is een hoekschop. En in de herhaling kan iedereen het nog eens een keer duidelijk zien. Inderdaad, zeg als dat. Onze eerste 3 punten, kom binnen. Yes, we gaan winnen. Hoop ik, niet te vroeg jagen. Yeah, we hebben gewonnen. 2-1. Hij komt met geluk terug naar 2 naar 2 toe. Maar voor de rest heeft hij echt niet echt heel gevaarlijk geweest. Hier. Misschien niet heel veel. Robert. Beetje aan muntjes. Eerste competitiewedstrijd gewonnen. Op naar de volgende. Het enthousiasme naar die eerste gewonnen partij was groot. Maar winst ook vandaag, dat zou pas een echte droomstart van het seizoen betekenen. Hij dacht even met Pogba even van afstand kan schieten. Nou, daarom is hij ook. Zijn beste speler moet voorop, denkt hij.
dat hij ook heel goed schot heeft, maar dat is hij niet. En zit vast. En iemand zijn internet ligt eruit. Altijd leuk. Of ja, hij lijkt als een malle. Ja, en nu? En het slot. Nou, dat was toch een goede kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Knal verover de bal daar op het middenveld. Oh, doet hij niks? Dat snap ik niet. Dan blijft hij gewoon lekker staan. Oh, mijn bal is binnen 1 meter bereik. Ik kan hem zo aanraken, maar dat doen we niet. Wat heb ik de verdomme weer ongeluk, joh. Dan krijgen wij zo'n balletje en dat krijgen wij niet in. Nou, dus, en ja, gaan we weer met Pogba even sleuren. En ja, dat is onze kans, dat is ons weer onze kans. We worden nu wel iets beter. Jammer, hij nam het mooi mee. Oeh. Kansen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Hij hoopt de ruimte voor een voorzet. Hij kopt hem. Oeh, hij kopt hem erin aan de verkeerde kant op, maar goed. Schijt, jongen, dat kan toch niet? Dat is toch blokkeren? En dat bedoel ik, dat is zo FIFA-achtig. Ja, dat is... Goed, keeper. Ik snap het niet. Zie je dat? Zag je dat? De verdediger die liep naar voren, terwijl hij aanval naar achter liep. Zomaar. Die. En heb veel ander echt 20.000 keer niet wat ik wil. De bal belandt voor het doel. Wie maakt het af? De doelman pleurt de bal daar uitstekend weg. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Nog maar even. Nog maar een paar minuten. En deze twee teams gaan er nog altijd volop tegenaan. En er kan er van alles gebeuren. Jammer. We hebben verloren. Ik snap mensen echt niet. En jammer. Ik kan daar echt niet tegen. Dat is echt geselecteerd om te spelen te pakken. En die is hij veel te laat. En hij heeft voordeel van. Maar goed. Hij wint puur dat hij Pogba heeft in de spits. En dit was het alweer. Ik ga even een speler kopen. En dan... Hopen dat er een goede speler uit kan komen. Nu kan ik wel een spits kopen. Transfer overboden. Transfermarkt zoeken. En moet nu even een goede spits hebben. Positie. Aanvaller. Benzema. Lacazette. Griezmann. We gaan proberen het Remy te komen. Maar goed, we hebben een spits. We hebben Remy binnengehaald voor 1500 coins. En een actieve zetten. Even kijken, waar is mijn spits? Ja, Cabella is ook geblesseerd.
En hierbij sluit ik mijn video af. Als je er meer wilt zien op weg naar Divisie 1 titel, abonneer dan. Om verder te zien hoe ik ga naar Divisie 1 te gaan. Geef me de video een like als je hem wel leuk vindt. En ik zeg ciao ciao.